Ik denk niet dat, dat het publiek wel of niet is, dat het verschil gaat maken tussen dat Sparta in één keer makkelijk gaat winnen of dat Feyenoord in één keer het heel moeilijk krijgt. Michel Breuer, ja, het is een voorproefje denk ik voor zondag geweest. Ja. Feyenoord onder 18, Sparta onder 18. Maar ik denk wel dat jij toch gaat hopen zondag op een andere uitslag. Want op het einde, ik had het idee, Sparta heeft die tweede helft misschien wel een beetje onder controle. Maar jullie leken het kwijt te raken opeens. Nou, daar leek het de tweede helft wel op dat we in ieder geval nog een goal konden maken. En misschien wel overwinning mee naar huis konden nemen. Maar op het eind was het toch anders. Hè? Dus Feyenoord, die komt er één keer nog uit en die maken de 2-1. Dat is heel vervelend en ik hoop dat het morgen anders gaat. Ja, is dat voor jullie ook een leermoment wat jullie als trainers heel erg proberen te benadrukken? Want eigenlijk ben je, ik wil niet zeggen 86 minuten de betere, maar je hebt wel kansen misschien recht op meer. Maar je trekt het toch niet over de streep? Nou, er zijn beide kanten zijn er wel kansen geweest. En we blijven aanvallen en zoeken naar een goal. Nou, dan weet je wel dat je het achterin wel op orde moet houden. Want Feyenoord prima spelers en de kans zomaar... Dat ze een keer eruit komen en dat ze een goal maken. Dus hebben we dat heel goed gedaan. Maar één moment was fataal en net voor tijd 2-1 tegen. Dus dat is natuurlijk wel vervelend als je op die manier onderuit gaat. Maar het is niet anders. Het is een Rotterdamse derby. Heb je dat in de aanloop naar deze wedstrijd ook gemerkt in je groep dat speelt? Nou, jongens onderling denk ik meer. Die kennen elkaar allemaal van school of weet ik dat. Die weten dat allemaal wel. Maar... Nou, wij als trainers hebben daar helemaal niet zoveel mee te maken. Dus jongens onderling misschien, maar het is niet zo dat heel Rotterdam druk is geweest met deze wedstrijd. Nee, zondag wel. Zondag meer, denk ik. Zondag maakt iedereen zo druk. Jij hebt wel eens mogen spelen. Nu is het een leeg stadion. Ja. Hoeveel voordeel denk je dat Sparta daaruit haalt? Het is natuurlijk wel zo als een volle kuip. Dat helpt natuurlijk Feyenoord wel. Ja, moet je ook zeggen... Als bezoekende club. Ja, het is ook hartstikke mooi om in de Kuip te spelen. Dus misschien zal het iets voordeel zijn. Maar ik denk niet dat het publiek wel of niet is. Dat het verschil gaat maken tussen dat Sparta in één keer makkelijk gaat winnen. Of dat Feyenoord in één keer het heel moeilijk krijgt. Ik denk dat het wel een beetje invloed heeft. Maar dat moeten we niet te groot maken. Eigenlijk is de werking van het stadion zelf al imposant genoeg. Ja, klopt. En ik denk ook het feit dat als je bij Feyenoord speelt, dan weet je dat is een ploeg die doet altijd bovenin mee. Dus dat is, die hebben altijd hele goede spelers, veel kwaliteit. Ja, dus ook al zou je in een klein stadion spelen, daar heb je het altijd heel moeilijk tegen. En dat zal zondag niet anders zijn, maar het is te hopen dat de Sparta toch een resultaat kan pakken. Nou, dan nog even heel wat anders. We zitten binnen een uur van de persconferentie. Ja. Daarin gaan we waarschijnlijk te horen krijgen. Alles onder de 18 mag nog gaan trainen. Alles daarboven niet meer. Nou zitten er in deze selecties jongens die dit je kalenderjaar nog 18 worden. Ja. Hoe hebben jullie daar al over nagedacht? Nou, wij hebben er zeker over nagedacht. Wij hebben eigenlijk heel veel jongens die... En die nog 17 zijn, maar ook jongens die nog 16 zijn. En de jongens die al 18 zijn, die zitten eigenlijk al in jong Sparta. Dus voor ons elftal zou het misschien niet zo heel veel uitmaken qua trainingen. Maar goed, het is een beetje speculeren. Want ik hoor net binnen dat het alles boven de 13 jaar gaat eruit. Dus ik weet het ook niet. Laten we lekker afwachten wat er vanavond gezegd wordt. En we horen het wel. En aan de hand daarvan gaan we verder en dan luisteren we daarna.